We zijn hier op het bedrijf van Maatschap Duim. We zijn in 2017 omgeschakeld naar biologisch. Gangbaar kon ik het financieel niet volhouden. En de keuze naar biologisch, dat was een stap in de toekomst om te kijken van jongens, hey, hoe gaat dat? En dat is een hele goede stap geweest. Biologisch geeft een stuk zekerheid in de afzet. Het geeft zekerheid in prijs. En het werk met varkens en dan op een biologische manier is een fantastische manier van werken. En je werkt met dieren, maar je werkt ook heel veel buiten. Je hebt veel meer contact met de dieren. Je moet rekening houden met de dieren. Je moet rekening houden met de jaargetijen. Is het de winter of is het zomer? Je moet anticiperen op al die dingen. En dat maakt het de biologische varkenshouden verschrikkelijk mooi en interessant. Niet makkelijker, maar wel heel mooi. Maar we hebben hier best wel wat dilemma's, wat uitdagingen. Eén daarvan is dat de zeuren hier vrij rond kunnen lopen. Het nadeel daarvan is dat tijdens het geboorte je best wel een keer voorkomt dat er een keer een biggetje dood wordt gelegen. Ik wil graag van jullie weten hoe ik dit het beste kan voorkomen. Dus hoe kan ik het voorkomen dat hier biggetjes dood worden gelegen? Die zeur kan wel vrij rondlopen. Dat is hartstikke mooi voor die zeur natuurlijk, maar voor die pasgeboren biggetjes soms best wel spannend. We merken hier best wel dat als we jonge zeugen hebben, dat het veel makkelijker gaat. Oude zeugen is wat moeilijker. Het zijn wel dingen waar we veel aandacht aan moeten geven om daar goed mee om te gaan. Ik sta hier bij een zeug die hoogdrachtig is. Zoals je ziet is hier wat onrustig. Deze zeug gaat waarschijnlijk vanavond biggen. Als je dit zo ziet, dan zorg ik ervoor dat er voldoende strooisel in ligt. Dat als er biggetjes komen, dat ze dan lekker warm lekker warm plekje hebben. Zoals je net gezien hebt, heb ik ingestrooid. Daarnaast moeten we zorgen dat er warmte is. Warmte is cruciaal voor de biggen. Dus een warmtelamp, soms wel twee lampen als dat nodig is. En voor de rest houden we die zeug goed in de gaten wanneer hij begint. Zoals je ziet hangen de lampen op verschillende plekken. Ik begin dat de lamp naast de onderkruip hangt. Dat doe ik heel bewust, omdat als de biggen geboren worden, dat de biggen makkelijk naar de lamp toe kunnen trekken. Als de biggen wat ouder zijn, dan zijn ze vlug en snel genoeg en dan kruipen ze wel onder de onderkruip waar ik ze ook het liefst wil hebben. Dus om de biggen zo makkelijk mogelijk te laten maken, heb ik gezegd van de lamp op de plek hangen vlak bij de zeug. Ik wil graag wat vertellen over het kraamhok. We hebben hier de onderkruip waar ik het liefst wil dat de biggen daarin liggen. Als we dan aan de andere kant van het schot kijken, dan hebben we de vreedplek plus een extra drinkgelegenheid waar ik extra water kan geven. Als we dan doorgaan in het kraamhok, dan zien we daar beugels. Als de zeug aan het jongen is en de jonge biggetjes zijn klein en nog een beetje nuchter, dan kunnen ze niet zo snel wegkomen. Die beugels zorgen ervoor dat die zeug niet strak tegen de kant aan kan liggen, waardoor er ruimte ontstaat tussen een zeug en een wand, waardoor doodliggen wordt voorkomen. Als we dan doorkijken, dan zien we daar de flappen. Je ziet hier twee verschillende soorten flappen. De zwarte flappen en de licht doorladende flappen. De zwarte flappen, daar zit een canvas in. Die zijn sterker, waardoor de zeugen ze minder makkelijk kapot kan trekken. Als we dan een klein stukje doorkijken, dan zien we daar de drinkbak. Die drinkbak hebben we expres zo laag gezet dat de biggetjes er ook uit kunnen drinken. Dus de zeug kan eruit drinken, maar de biggetjes, als ze wat ouder zijn, ook. Het grote voordeel is dat ze dan altijd schoon water hebben. Ten opzichte van als je een aparte drinkplek hebt voor de biggetjes, waar heel weinig uit wordt gedronken, waar heel makkelijk vervuild water in de leiding kan zitten. En op deze manier hebben we mooi schoon drinkwater voor de biggetjes. Als we dan nog doorkijken, dan zien we nog een beugel. Ook daar weer een plek waar de zeug niet strak tegen de wand aan kan zitten. En dan krijgen we een ruimte waar alleen de biggetjes kunnen komen en de zeug niet. Dus een veilige plek voor de biggen. Als de zeug aan het vreten is, dan vooral de eerste dagen sluit ik de biggetjes op aan de voorkant. Daar wennen ze dan aan, dat wordt hun lichtplek en de zeug heeft een lichtplek waar de biggetjes niet kunnen komen. Als we nog even doorkijken, dan hebben we hier nog een vreetplekje voor de biggetjes. Ook heel duidelijk een plek waar de zeug niet bij kan komen. Als ze 3 weken oud zijn, dan beginnen we met een klein beetje bijvoeren. En dat gaat door tot een week of 6, 7. Hiervoor dat vreetplek hebben we een doorgang gecreëerd.
Als we de ene keer een zeug hebben die 8 jongen heeft en hiernaast heeft een zeug die heeft 16 jongen, dan doe ik dit poortje los en dan kunnen de biggen van de zeug waar 16 biggetjes bij lopen, stiekem wat melk snoepen bij de zeug die maar 8 biggen heeft. Ik zal nu wat vertellen wat ik hier allemaal doe voordat zo'n zeug werpt. De zeug die komt ongeveer een week voor geboorte komt hier in de stal. De stal is dan of schoongespoten of bezemschool schoongemaakt. De zeug, als hij erin komt, vlak daarna zorg ik ervoor dat hij netjes ingestrooid is. Zodat de biggen, als ze worden geboren, niet op de kale beton terechtkomen. Heel belangrijk is ook dat er niet te veel stro in zit. Als ik er te veel stro in zo'n hok leg, dan heb je zoveel stro in het hok dat hij aan de randen helemaal rond staat. Waardoor als de zeug tegen de wand aan ligt, dat er zoveel stro tussen zit dat ook dan nog een biggetje klem kan komen te zitten. Dus niet te veel en niet te weinig stro. Erg belangrijk. De eerste dagen dat ze hier in de kraamstal krijgen, krijgen ze drachtvoer. Zou ik ze gelijk lactovoer geven, dan is het te melkdrijvend. Waardoor er kans op melk-uierontsteking ontstaat. Dus de eerste 5 dagen, als ze hier in de kraamhok staan, krijgen ze drachtvoer. En daarna krijgen ze lactovoer om de melk gift een beetje op te drijven. Tijdens de geboorte hou ik in de gaten van of het geboorteproces niet te lang duurt. Dus binnen een uur wil ik dat graag dat er een biggetje komt. Ik probeer zo min mogelijk in te grijpen. De natuur zo goed mogelijk zijn gang laten gaan. Maar als het echt niet wil, dan voel ik in. En kijk ik of er een biggetje dwars ligt of niet. Goed in de gaten houden of het nageboorte eraf ligt. En als het nageboorte eraf ligt, dan ruim ik het nageboorte op. En zorg ervoor dat de biggetjes aan het uien liggen. Heel vaak wil ik de biggetjes ook wel helpen met een klein beetje melk geven, dus over het uien wrijven, zodat die melkgift goed op gang komt. Eventueel soms ook nog wel wat biest in de bekje spuiten, zodat ze echt die eerste biest binnenkrijgen. En je merkt als je die zeug een klein beetje melk, melkt, dat die biggen dan helemaal kriebelig en zenuwachtig worden, dat ze echt op zoek gaan naar die melk, waardoor ze goed uit het uien gaan zabbelen. En als ze dat doen, dan komt er ook een stukje oxytocine vrij, waardoor het geboorteproces ook veel makkelijker op gang blijft. Tijdens het voeren, naar het werpen, sluit ik alle biggen op, doe ik onder de onderkruip, zodat de biggen ook weten waar een lichtnest is. En zo die zeug uitgevreten is en weer gaat liggen, doe ik het schotje weer weg, zodat die biggen weer bij de zeug kunnen. Een enkele keer wil het wel voorkomen dat die zeug onrustig blijft, omdat ze de biggen niet bij haar heeft. Dan laat ik 1 of 2 biggen bij die zeug lopen, waardoor die zeug rustiger wordt. En als die zeug weer mooi rustig is en gaat liggen, dan laat ik de rest van de biggen vrij. Op dit bedrijf werpen gemiddeld 7 zeugen in de week. Doordat we niet synchroniseren, wil het niet zeggen dat ze dag 114 werpen. Daar kan best wel eens een paar dagen in zitten. Dus ze kunnen op 114 dagen werpen, maar 115, 116, 117 dagen, dat is ook een dag dat ze kunnen werpen. Dat betekent dat er veel tijd en aandacht in zit om het geboorteproces van al die zeugen in de gaten te houden. Ondanks dat je er maar 7 hebt.